Mijn naam is Pieter Knobben. Ik heb heel wat meegemaakt in mijn leven. Op internet word ik afgeschilderd als een meesteroplichter. Maar klopt dat wel? Nu publiceer ik mijn verhaal in een aantal video's. Bent u geïnteresseerd? Blijf kijken en leer kennen de ware Pieter Knobben. Een database confronteren is geen kinderspel en zeker niet als je dat moet doen naar een Duits-talig softwareprogramma. En Rudy Duiter met zijn grote mond, die zou het allemaal wel even regelen. Nou, dat heeft een week of zes geduurd voordat hij onderhand eens een keer begreep hoe het in elkaar zat. En ik moest met de regelmaat, werd ik dan gevraagd om te bellen met de Commerzbank in Duitsland, de helpdesk van wat voor software, help me even hierbij, help me even daarbij. En op de achtergrond zaten Rudy Duiton en nog een andere persoon en Hommerson in de kamer bij mij in Rotterdam. Enkele weken later was het onderhand eens een keer geregeld, want Duiton die kreeg het toch niet voor elkaar en die kreeg constant om zijn donder van en ik ging gewoon zitten nou Duiton, schiet onderhand eens een keer op, het duurt allemaal veel te lang, want ik wil die telefoonkaarten gaan verkopen. Bij de Commerzbank had ik een overeenkomst voor een internetbankieren. En op mijn beeldscherm stonden drie verschillende rekeningnummers. Mijn privénummer bovenaan, dan kwam Arthur Andersen en dan kwam British Telecom. Logisch, ABC. En als ik inlogde, dan zag ik drie verschillende rekeningen. Er stonden geen namen bij, alleen nummers. Nadat alles was geconfronteerd, in hapklare brokken was gemaakt door Duiton, wilde men proefdraaien. Er waren al maanden overheen gegaan, maar op 14 februari 2012 was het zover. Rudy Duiton en nog een andere persoon die ik later pas zal noemen, en Hommerson, die waren bij mij thuis. Ze hadden alles voor elkaar, zeiden ze, maar ik had één ding had ik niet. We kunnen wel telefoonkaarten gaan leveren en ze kunnen wel gaan incasseren, maar ik heb wel een platform nodig. Maar zonder platform begin ik nergens aan, dat heb ik heel duidelijk aangegeven. Dus ik kreeg de opdracht om onmiddellijk contact op te nemen met IPX-markts in Duitsland, in Canada, heb ik ook gedaan. Offerte aangevraagd om te kijken wanneer ze konden leveren. Nou, dat kon ze redelijk snel. Als ik het geld over zou maken onmiddellijk, dan was het binnen een paar dagen geregeld. Dus ik heb alles teruggekoppeld tegen de persoon en tegen die bij je was en tegen Rudy Duiton, die in mijn huiskamer zat, samen met Hommerson. En ik zeg, ga maar naar Enneking en zorg maar die centen komen, dan kunnen we gaan draaien. Ze waren nogal onbeschoft. Mijn ex-partner kwam toevallig binnen. En die zegt daar in de kamer drie van die grote kerels staan. Die ook nog eens een keer bij McDonald's waren geweest. En omdat ze honger hadden, allerlei eten hadden gekocht. En op tafel friet zaten te eten en hamburgers en weet ik wat allemaal voor rotzooi. Die werd woedend. En die zei, opdonderen hier thuis uit. Dan kun je hier niet binnen hebben. Waardoor ze uitgelachen werd en gezegd... Hier heb je 100 euro. Ga straks maar lekker met Pieter eten, want we blijven nu hier zitten, want we moeten de zaak afwikkelen. Dat is ook gebeurd. En wilt u daar meer over weten, dan moet u nog even blijven wachten. Het wordt nog spannender. Dank u wel voor uw aandacht. Als u het leuk vindt, like mij dan. En blijf vooral naar dit kanaal kijken, want er komt heel veel spannend nieuws voorbij. Dank u wel voor uw aandacht.